natuurlijk weer naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een vlog eigenlijk, zoals je dat waarschijnlijk kunt zien aan de titel en de thumbnail. Dit is een vlog namelijk van het boksgevecht Tim versus Harm en natuurlijk ook nog eens John Quo tegen Paul, oftewel King Alert. En ook nog eens Quaifines en Aartos. Dat was afgelopen vrijdag, afgelopen zaterdag was dat. En ik heb daar eigenlijk gevlogd, alleen ik heb er dus nog geen intro voor opgenomen. En nog geen auto, maar die auto komt waarschijnlijk straks wel. In ieder geval heb ik daar ook natuurlijk gevlogd. Ik heb jullie meegenomen natuurlijk naar de wedstrijden toe. Want ik ben natuurlijk, zoals jullie weten, eigenlijk echt wel een soort boksfanaat of kickboksfanaat. Ik train natuurlijk zelf ook. Ik doe echt al iets van 8 jaar kickboksen, voor de mensen die dat nog niet weten. Dus ik vond het heel erg interessant om daar natuurlijk toe te gaan. En natuurlijk Harmpie. En eigenlijk was ik ook voor Paul. Harm, Paul en natuurlijk iedereen eigenlijk aan te moedigen. Sowieso iedereen die aan dat evenement mee heeft gedaan en natuurlijk zelf heeft gevochten. Super tof. Sowieso heel veel respect naar die vechters toe. Want ik als geen ander weet eigenlijk wel hoe dat een beetje voelt, zeg maar. Dus super tof. Super vet. Dus ja, een paar beelden. Er was ook namelijk een boksbal. En daar heb ik heel erg veel gebruik van gemaakt. Dat zie je ook in de vlog. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten. Gooi natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Geniet ervan. Enjoy. Abonneer. En ja, geniet ervan. Je hebt één kans. Eén kans? Ja. Met je hoofd. Oké, laat maar zitten. Dat ga ik niet nadoen. Je zit sowieso al boven mij, hè? Sowieso wel. Ik vind niet eens mijn best, jongens. 7,89. Net zo hoog als net, dus ik deed wel mijn best, jongens. Ben ik kom echt op, ben ik kom op 400 uit? Probeer eens. Ik kom op 400. Ik zei het je, 400. Hé, beter iets dan niets, hè? Oh ja, ook zeker. Hey. Ga je ook nog dat gebruiken van gisteren? Ik heb daar heb ik mijn record geslagen, 400. Een grapje, maar ik heb wel 400 geslagen, ik kan niet verder. Tino, als je precies op 420 belandt, krijg je 100 euro. Ik kwam op 425. Precies op 420. 100 euro. Maar hoe hard is dat? Heel zacht. Oh, precies. Dat is best zacht. Jij gaat sowieso ook mijn score. Ja, maar ik moet 420 slaan. Ja, precies 420. Dat is hard. Ja, dat is wel heel hard. Oké, nu op je alle. Probeer nu op je alle hard. We verbreken het record. Hoe lang? Zo goed. Ging er bijna doorheen, jongen. Oeh. Nou, dan gaat Dijkse record. Nou, first try. Hij heeft gewoon het record verbroken. Zo. Niet veel aan. Ik heb een pot gemaakt. Moet je zelf bewijzen. Nou! Oh. Oh. Hij is echt niet normaal. Oh. Schandschot. Die 923 is ook van jou, hè? Ik weet niet of dat film nog staat, maar... Ja. Mooi toch? Van bijna hoger? Verbreek je eigen record. Bijna hoger. Verbreek je eigen record. Dingen afslaan, jongen. Ja. Nee, gewoon hetzelfde. Oké, laat maar. Eén keer, kom op. Verbreek je eigen record. Kom op. Ah, hij komt niet. Hey jongen, zitten hier nu binnen? Ah, neef. Hey, hoele. Beetje zinnig? Nee, joh. Ah, jij, nee, in plaats, jij bent de tussenshow, Derek. Ik ben de H2O guy. You want some good quality H2O? Filmt hij? Ja. Dit gaat toch nooit geüpload worden, weet ik nu al. Jawel. Jongens, welkom op CNDD. Wie is dat ook weer? Is dat een YouTuber? Ik weet dat maar 5 mensen dit kijken. ASMR. Oh, Sandy! Hey, leuk man. Ik moet niemand. Ja, maar is een trainer van. Ga je dit uploaden? Hey, doe ze van de dit ga je toch niet uploaden? En dan is het over 5 maanden. Okay. Dat is niet meer relevant. Welk kanaal? Zeker. Nee. Want dan heb je nog 100 kaartjes geüpload. Want het inleveren. Ja, nee. Wacht, heb je dat eigenlijk nog? Bijna. Ja, ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Zeker wel. Voordat hij geen 100 kamer heeft. Ja, straks zit hij onder die 100. Ja,
Mick. Nog een keer, kom eruit. Nou, Paul en John, die gaan zo vechten. Ik geef het 20 seconden. Ja. Paul en John. Nee, tegen jullie. Je wordt het mooiste YouTube-moment van dit jaar, jongens. Ja, ja, de king. Je moet er binnen. Toch wel even doen, hoor. Maak er maar zijn eigen remix op. Dat is wel lijf, hoor. Kop eruit met die paal, alsjeblieft. We denken dat je stoot ook mooi aan de zijkant. Want ik passeer. Hoi. Kijk, die verbetert op. Dit paal is boos. Hashtag paal is boos. Dit ja. Komt in King Alert. We hebben het wel langer volgehouden dan het vorige gevecht. Dat is waar. Hier wordt echt gevochten, Bas. Kijk dat bukken van John. En Paul gaat er vol
Nou jongens, Tim komt nu. Wat denk jij, Para, Nick, Rick, Dick? Harm, ik hoop echt dat je wint. Ja? Ja, ik hoop het. Cheers. Harm. Ook gewoon, het lijkt me ook gewoon echt zin. Dat zou wel doof zijn. Hij ziet er wel goed uit. Hij ziet er ja, klopt. Heel vet uit. Zeker weten. Er zit wel echt een gek gewichtsverschil tussen, hè, van 8 kilo. De ene weegt 77, de andere 85. Dus we zullen het zien. Weet je niet wie het is?
dat was in principe de avond, jongens. Ik heb heel erg genoten van die avond. Sowieso nog heel erg veel respect naar alle vechters die in de ring hebben gestaan, want het is niet niks. Nogmaals, ik weet wat het is om ervoor te trainen. Dus echt heel veel respect naar iedereen. Gewoon John, Paul, Aard, Quaifijs, oftewel Yuri, Harm en natuurlijk ook nog Tim. Ik heb wel mijn bepaalde meningen. Sowieso, die eerste wedstrijd was echt veel te kort, maar Aard was gewoon echt veel te snel, veel te goed getraind. Dus sowieso dikke respect naar Aard. Die heeft ook Joey Bravo trouwens uitgedacht. Bravo is nog steeds een pushy. Ik hoop echt dat Aard hem helemaal kapot slaat. En daarna wil ik eigenlijk gewoon Bravo hebben. Maar dat maakt even niet uit. Dus heel erg goed gedaan. Tweede partij sowieso met respect naar Paul op zijn leeftijd om dan tegen John te gaan. En John is echt gespierd en ook volgens mij echt wel een fit boy. En die heeft ook wel een atletisch lichaam en alles. Dus echt heel erg veel respect. John heeft uiteindelijk gewonnen, zoals jullie hebben kunnen zien, op knockout. Volgens mij gaat het gewoon goed met Paul, dus dat is sowieso super tof. In ieder geval heel veel respect naar jullie. En die van Harm en Tim, daar had ik wel een klein beetje mijn dingetje over. Want ik vond Harm echt super mooi, gewoon goed boksen. Voor de eerste keer sowieso heel erg goed. Volgens mij hebben ze iets van 5-6 maanden training gehad, dus dat is sowieso super tof. Tim vond ik echt vechten als een straatvechter. Dat vond ik echt lelijk, leek net MMA. Nogmaals, gewoon heel veel respect naar hem toe, maar het was gewoon niet mooi. En het is ook terecht dat Harm heeft gewonnen. Want hij heeft gewoon gedomineerd, hij heeft gewoon netjes gevochten. En volgens mij heeft Tim uiteindelijk ook verloren op strafpunten. Dus dat zijn allemaal dingetjes die mee worden genomen in natuurlijk het resultaat. Dus, super tof. Heel erg veel, heel veel respect nogmaals. Ik hoop dat ik de volgende keer wel mee kan doen met zo'n boksevenement. Wie weet, misschien dit jaar nog. We zullen het zien. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van deze video. Gewoon natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort vlogs. Er komen al super vet veel dingen aan. En zie ik jullie weer voor een video. Later, jongens.